We zijn weer terug aan boord van Drifter 22, Doeltje Bella, geankerd zuidoosten van het Kinselmeer. Het is sail 2015 en aan de einder verschijnt een dapper bootje. Door de kijker lijkt het een Norwich Coromandel. En als ze nog even dichterbij komt, lijkt het of dit de befaamde Channel Crosser Seminori is. Dit is Coromandel nummer 8. Heeft juist de tocht Portsmouth Sail Kinselmeer verbracht. En als ik het goed zie, is het tea time. Ik denk dat ze gaat aanleggen aan bakboord van Siskin. Coromandel, die zojuist haar volledige refit heeft ondergaan. En die ook het Kinselmeer ten anker is gekomen. En heeft vastgeknoopt aan Doeltje Bella. Een klein overzicht van de decklayout van de Coromandel. Het is ook een 60 jaar ontwerp. Het is een 70 jaar productie. Het is ook een Engels kwaliteitsproduct. Waar veel op aan te merken is, maar wat u toch altijd overal brengt, waar derden niet kunnen komen. De willen bij Teminori hangen al uit. Ik denk dat dit een hele zachte landing wordt. En omdat dit een zeer geoefende schipper is, is het interessant om te zien. Ook voor de novitjes onder ons. Newbridge Coromandel ten anker komt naast reeds geankerde schepen, waarvan er natuurlijk één voorzien is van een druil, dus dat is enigszins makkelijk. Nee, niet in het Engels, dat is te pijnlijk. Het lichte getreun op de achtergrond zou kunnen zijn soundcheck in Biddinghuizen. Maar waarschijnlijk het Libelle Zomerfestijn vanaf het Muiderzand. Waar volgende week de zandkastelen zullen verrijzen. Maar op dit moment de drie J's, Jan Smit en Monique Smit, achter de présence geven. We hopen dat de wind gaat liggen vannacht. Zodat de zware passen overdrijven. Anders kunnen we nog altijd verkassen. Oh jee, waterpolitie op de achtergrond. Oh nee, het is niet waar. We liggen namelijk 50 meter in het verboden gebied. Omdat we na 24 uur kanaal oversteken niet verantwoord vonden om nog langer door te varen. De ankers niet hielden. En we dus hier ter anker gekomen zijn. Maar ja, mijn waarschuwing is inmiddels 12 jaar geleden dus verlopen. Neem aan dat we hier met een sisser wegkomen. Oké, we gaan even focussen op de aanlegmanoeuvre van Teminori. Boven ons inmiddels de waterpolitie, die ook een peiling heeft uitstaan. En wie liggen er weer in het natuurgebied? Het zijn altijd dezelfde. Het zijn die jongens met die traskoers. Het idee zou nu zijn om in een vloeiende beweging tijdens het langzij komen het anker uit te brengen en de lijnen over te geven. Ook het zeil in een vloeiende beweging naar beneden te hebben. Nou verleierde Kim Kieler nogal, maar
heel zacht. Even kijken hoe het zeil naar beneden komt, want dat is natuurlijk wel machtig interessant. Voor het ras komt bevaren dat hij altijd maar boven op een slingerende cabine staat. En zich met één hand vast moet houden. U ziet de gastenvlag in top. Daaronder Cambridge. Daaronder de zeilclub. En daar komt, daar komen de lamellen naar beneden. Kijk, kijk, kijk. Dit is een Newbridge Coromandel. Hier gaat het om. Zo wordt de Jester Challenge gewonnen. Hoewel die natuurlijk niet te winnen is, maar wel uitgevaardigd. Bij de waterpolitie blijken twee kleine kinderen aan boord te zijn, dus dat lijkt ook een genomen hol. Dit was Trichter 22, Toetsenbella. Trichter 22, Toetsenbella, vanaf het Kinselmeer, sail 2015. Trichter 22, Toetsenbella.